stond ik elke dag 5:30 op om te gaan trainen. Dan was ik daar 8:00, moest ik 8:30 trainen of 9:00 trainen. Daarna terug naar school. En dat elke dag. En ja, het was zwaar. En uiteindelijk ben ik ook hier komen wonen, maar ja, wat ik al zei, je weet waar je het voor doet. En ja, daarom sta ik nu hier. I've been going now. I think all my haters finally notice now. Just made another album, probably throw it out. No, I'm making another, I ain't slowing down. Hope they know it now. I've been going now, yeah. I think all my haters finally notice now. Made another album, probably throw it out. No, I'm making another, I ain't slowing down. Mijn eerste herinnering. Ja, ik denk met mijn vader was ik geloof ik 3 of 4 jaar oud en ja, was gewoon aannames oefenen, balletjes in de lucht gooien. Ja, ik denk dat, ja, dat is mijn eerste herinnering. Eigenlijk ja, vanaf dat ik een baan raakte, wilde ik profvoetballer worden. En toen ik 7 was, ging ik naar Ajax, dus ja, dan wordt al vroeg de discipline aangeleerd. Ik zei vanaf als, ja, 7 jaar, dan ben je gewoon elke, ja, 3 keer in de week waren we aan het trainen. Of 4 keer in de week zelf. Dus ja, het is gewoon eigenlijk niet vaak thuis, altijd trainen. En ja, dat, je kon niet echt heel vaak buiten spelen, maar de momenten dat je buiten kon spelen, die pakte ik wel. Maar ik denk dat ik daardoor wel vroeg veel discipline heb aangeleerd. Het moment eigenlijk dat ik naar PSV ging, dat is toch wel een, ja, een twist geweest in mijn carrière. En wat ik zei, dat ik gewoon elke dag 5:30 op moest staan. Samen met mijn vader, ja, die bracht me op en neer. En ik ging trainen, hij bleef in de auto slapen. Tot ik klaar was met trainen en daarna bracht hij me weer naar school. En dat, ja, 1,5 jaar lang, 2 jaar lang. Ja, alleen focussen, ging die bal in de lucht gooien, moest ik aannemen. Ballen strak inspelen, aannemen. Zo. Ik denk dat dat heel veel geholpen. Mijn vaders idee, ja. Hij, soms wilde ik niet eens gaan, had ik geen zin. Maar hij zei toch, ja, kom, kom. En uiteindelijk, als ik daar was, was ik toch wel blij weer. Maar... Het was de trainingsdag, we waren net klaar met trainen. En de trainer zei van, kom maar even bij elkaar. We hebben 3 debutanten. En, ja, toen wist ik eigenlijk hoe laat het was. Toen zei hij zijn naam. En, iedereen was echt blij voor ons en ja, ik zelf ook natuurlijk. Ik dacht toch, direct aan het volkslied eigenlijk, als je daar zo staat, is toch wel mooi. Ja, ik denk, is toch een eer als je daar zo mag staan, die camera's op is. Nee, ik heb Champions League en alles gespeeld, maar dit is toch wat anders. Dus ja, is gewoon... Ja, dat is het. Elke keer als ik voetbal heb, haal ik plezier uit het spelletje. Dus ik hoef niet echt motivatie te vinden om te gaan voetballen. Zodra ik op het veld sta, is het gewoon genieten. See the flow that boys dispersing, and I ain't even trying. Numbers lie like people do too. I see the labels blind. I'm still at it, y'all should part in my ways. I'm so ill-matic like I got a part in my ways. I mean.